Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video en in deze video heb ik weer een unboxing voor jullie. Ik heb namelijk weer van Caro's Atelier een pakket gekregen en in deze video ga ik dit pakket uitpakken. En het pakket is het pakketje voor de Ikigai call van Fonna. 5 november gaat deze call van start op het YouTube kanaal van Fonna. Linkje uiteraard onder in de beschrijving van de video, dus neem daar vooral ook eventjes een kijkje. En in 10 weken gaan we dus met dit pakket een hele gave, mooie, ronde deken haken. Genaamd dus de Ikigai. In deze video ga ik dus dit pakketje uitpakken. Ik ga jullie dus laten zien wat de inhoud is van het pakket. Als jij hem ook zal gaan bestellen bij Caro's Atelier. Want daar zijn de pakketten verkrijgbaar. Ook daarvoor onder in de beschrijving een linkje. Zodat jullie dan eventueel ook het pakket kunnen gaan aanschaffen als jullie dat willen. Dus ik ben reuze nieuwsgierig wat de inhoud is van het pakket. Ik heb er echt heel veel zin in om uiteindelijk ook de dekens te gaan haken. Dus ik ga in deze video het pakket uitpakken en jullie laten zien wat de inhoud is. Dus wat je gaat krijgen als je het pakket bestelt. Maar voordat ik ga beginnen met het uitpakken, wil ik jullie nog eventjes gaan vragen om ook te abonneren op mijn kanaal. Voor als je nog geen abonnee bent, doe dat door gratis en voor niks eventjes op die rode abonneerknop te klikken. Dan ben je automatisch abonnee van mijn kanaal. En wil je nou helemaal niks missen van mijn kanaal, druk dan ook eventjes op het belletje wat je vindt naast die abonneerknop. Want dan krijg je ook nog eens een melding als er een nieuwe video verschijnt op mijn kanaal. En dan mis je dus echt helemaal niks. In deze video ga ik dus het pakket uitpakken voor de Ikigai Call. En ik ga jullie lekker laten zien wat de inhoud is dus van het pakket. Dus laten we gauw gaan beginnen. Nou, in deze unboxing video ga ik het Ikigai pakket met de Collecrafter uitpakken. En de Ikigai is een kaldeken die gaat starten op 5 november... op het YouTube kanaal van Fonna, mijn lieftallige haakmoekie. En ik heb in een andere video het herfstpakket in de Elisa uitgepakt. Onder in de beschrijving een linkje ervoor. En dit is dus het lentepakket van de Ikigai in de Collecrafter. Je ziet hier ook een fotootje op de doos van de kleursamenstelling in de lente. Dit pakket is eventueel ook nog verkrijgbaar in het herfst. Kleurenpalet. Ook echt ontzettend mooi. Maar ik heb besloten voor de lente te gaan. Aangezien Fonna hem heeft gehaakt in de herfstkleurtjes, had ik zoiets. Ik ga hem lekker in de lente doen. Dus in deze video ga ik dus het pakketje uitpakken. Dit pakket heb ik overigens gekregen van Caro's Atelier. Caro's Atelier verkoopt dus de pakketten. En een linkje ook uiteraard onder in de beschrijving. Voor mocht je dus eventueel een pakket willen gaan kopen. Dus Caro's Atelier, dankjewel voor het pakket. Echt heel blij mee. Nou, dit is dus de Collecrafter variant. Gaan we hem even openmaken. Gaan we dus lekker de kleurtjes bekijken. Kijk, daar is die. Echt een paletje om heel vrolijk van te worden. Nou, er zitten twee goodies in mijn pakket. Allereerst de speciale knoop. Fonna's unieke creatie. Speciaal gemaakt voor Fonna deze knoop. En die zit dus ook in elk pakket erbij als extraatje. Dus als jij je deken af hebt, dan kun je dus deze knoop mooi bevestigen op je deken. Echt superleuk. Echt een hele mooie knoop. En in dit pakket zit een extraatje, namelijk een garensnijder. Maar, dan moet ik wel eventjes bij vermelden dat de garensnijder alleen in de pakketten zitten die dus besteld zijn in de voororder.
De voororder die is inmiddels gestopt. En de mensen die dus in de voororder een pakket besteld hebben, die hebben of die krijgen inmiddels hun pakket thuisgestuurd. Daar zit hij in. Mocht je nu na het zien van deze video een bestelling gaan plaatsen voor een pakket, dan zit hij er niet meer bij. Deze is echt speciaal toegevoegd voor de mensen die dus in de voororder een pakket besteld hebben. Mocht je nou eventueel nog zo'n garensnijder erbij willen hebben, dan kun je deze nog eventueel gaan kopen, de pakketten op de Creadoo. Want daar staan ook nog allemaal pakketten. Dus dan kun je daar een compleet pakket kopen. Zowel de Colorcrafter als de Elisa varianten in de herfst- en lente samenstelling. Dus alleen in de pakketten op de Creadoo zit nog een garensnijder. De Creadoo is van 27 oktober tot en met 31 oktober. Dus mocht je hem eventueel ook nog willen, dan kun je dus daar eventueel nog een pakket gaan scoren. Mocht je dus nu via de site een pakket gaan bestellen, dan zit hij er niet bij. Dit was speciaal een cadeautje voor de snelle beslissers. Dus iedereen die in de voororder een bestelling geplaatst heeft, die heeft hem als extra cadeautje erbij gekregen. Dus als je nu een pakket bestelt, dan zit hij er niet bij. Dat nog eventjes als extra vermelding. Dit is dus de kleursamenstelling in de lente variant. De Colorcraft variant is uiteraard ook verkrijgbaar in de herfstkleuren. Mocht je een idee willen hebben van de herfstkleurtjes, dan verwijs ik je eventueel eventjes naar de unboxing video die ik gemaakt heb van de scheepjes Elisa. Uiteraard linkje in de beschrijving van de video. Want de kleuren die komen redelijk overeen met elkaar. Ze zullen niet helemaal compleet hetzelfde zijn. Maar de kleuren die zijn echt samengesteld op basis van wat Vonne dus gedaan heeft. Vonne heeft de Ikigai gefilmd met de Elisa in de lentekleurtjes. En op basis daarvan is dus dit pakket in de Colorcrafter samengesteld. En daarbij heeft Vonne de herfstkleuren gebruikt in de Colorcrafter Ikigai. Die heeft ze dus apart gehaakt. Daar heeft ze niet mee gefilmd. Maar op basis van de herfstkleuren is dus het Elisa herfstpakket samengesteld. Van beide dus twee pakketten. Elisa herfstlente en dus de Colorcrafter herfst- en lentekleurtjes. Dit is dus de lente variant. En ik ga eventjes met jullie de kleurtjes doornemen. Dit is echt een hele lekkere lichtgroenige tint. In de kleur Lion. De kleuren van Colorcrafter die hebben allemaal een plaat staan. En het nummer is 1020. We hebben één bol van. Eventueel, mocht je nog wat meer informatie willen hebben over de Colorcrafter, ik heb daar in het verleden een keer een review video over opgenomen. Dus dan kun je die eventueel nog eventjes gaan kijken om te horen hoe het haakt, hoe het valt, hoe het mij bevalt ook. Nou, ik ben er sowieso fan van. Maar alle informatie over de Colorcrafter vertel ik in die review video. En die link ik ook eventjes voor het gemak onder in de beschrijving van de video. Dus dan kun je die eventueel ook nog gaan bekijken. Mocht je nog geen ervaring hebben met dit garen. Dan hebben we één bol in een mooie groen-grijs tint. Dat is dan kleur nummer 1725, naam Ameland. Dan hebben we hier nog een mooie groene tint. En dat is 1316, kleurnummer, naam Almelo. En dan hebben we hier nog een blauw, gok ik, blauw paars tint. 1019 is het kleurnummer met de naam Texel of Tessel, met hoe je het uit wil spreken. Nog twee mooie bolletjes blauw, babyblauw. Dat is kleurnummer 1034 met de naam Urk. We hebben dus twee bollen van. Twee hele mooie roze bollen.
met kleurnummer 1241. Naam Den Bosch. Twee stuks. En dan moet ik even goed gaan kijken, want voor mij zijn de kleuren hetzelfde nu. Nee, het zijn dus twee verschillende kleuren. Zeg ik, voor mij zijn deze kleuren gewoon exact hetzelfde. Dat is dus het vervelende met kleurenblindheid. Die kleuren kan ik dus niet onderscheiden van elkaar. Maar ik gok dat dit echt een hele zachte roze kleur is. Dit is dan kleur nummer 1130. Sittard. Twee bollen van. En dan hebben we, als ik het goed heb, vijf bollen van deze. Ja, vijf bollen, kleurnummer 1240, naam Ommen. En daar hebben we dus vijf bollen van. Ik zet het uit de doos zodat ik ze allemaal op tafel kan leggen. Dan gaan we nog eventjes de volledige inhoud van het pakket op tafel zien. Dus daar zijn er vijf bollen van. Twee bollen van deze mooie blauwe kleur. Eén bolletje nog paarsblauw. Een bolletje groen. En nog een andere tint groen. Dus dat zijn al 10 bollen. Twee bollen poederroos, gok ik dus op. Als ik ze dus nu zo tegenover elkaar heb liggen, dan kan ik dus wel duidelijk de kleuren onderscheiden. Maar als ze echt zo bij elkaar liggen, zijn ze voor mij dus exact hetzelfde. Dat is dus echt heel irritant voor kleurenblind zijn. Nog een mooie donkergroenige kleur. En dan nog twee mooie roze bolletjes. Dus in totaal zit er in dit pakket 15 bollen Colorcrafter. En dit is dus het complete pakket wat je nodig hebt om mee te kunnen doen met de Ikigai Call van Fonne. Mocht je nou meer informatie willen hebben over de Ikigai, mocht je nou voor het eerst ervan horen en echt zoiets hebben van wat is dat, ga dan eventjes naar het YouTube kanaal van Fonne. Daar heeft zij een introductievideo opgenomen. En in die introductievideo vertelt ze echt werkelijk alles van de Ikigai Call. Ze vertelt dus over deze pakketten. Dit is dan het Colorcrafter pakket. Ik heb ook het Elisa pakket uitgepakt. En denk je dus in de beschrijving. Maar echt, daar vertelt ze ook echt alles over. Beide pakketten zijn dus verkrijgbaar in de lentekleuren en in de herfstkleuren. Dus voor de Colorcrafter kun je eventueel ook nog gaan kiezen voor het herfstkleurenpalet. Elisa is dus hetzelfde. Daar heb je herfst- en lentepakket voor. Pakketten staan dus op de site van Caro's Atelier. Linkje ook onder in de beschrijving. En daarbij vermeld ik nu ook even specifiek dat de link naar Caro's Atelier niet affiliate is. Heel vaak onder mijn video's doe ik wel altijd affiliate linker plaatsen. Wat dus betekent dat als je dan via zo'n link een bestelling plaatst, dat ik dan een kleine commissie krijg over jouw aankoopbedrag. Maar in dit geval gebruik ik geen affiliate linken, omdat ik niet geld wil verdienen over de rug van Fon. Dat heb ik met Caro afgesproken, dat heb ik met Fon afgesproken. Ik wil gewoon geen geld verdienen over de rug van Fon. Dat voelt niet goed, dus geen affiliate link. Als je gewoon de link gebruikt onderin de beschrijving van de video, ga je direct naar de site van Caro's Atelier, kun je een pakket bestellen. Krijg ik helemaal niks voor en dat wil ik dus ook niet. Dat eventjes erbij vermeld. Maar de pakketten die staan dus op de site van Caro's Atelier. Mocht een pakket toevallig eventjes niet voorradig zijn, dan kun je hem even goed gaan bestellen. Dus denk er niet, hè, verdorie, misgegrepen, op is op. Nee, ga hem gewoon bestellen. Dan word je per e-mail op de hoogte gehouden wanneer je pakket wordt toegestuurd. Meestal is dat 2 à 3 dagen later dan normaal. Want dan moeten de bollen besteld worden en dan kunnen ze later dus je pakket weer gaan inpakken. Dus mocht het pakket eventueel niet voorradig zijn, je kan hem even goed bestellen.
Dan word je gewoon per mail op de hoogte gehouden wanneer jouw pakket dus verstuurd gaat worden. Dus schroom niet, bestel hem gewoon lekker. Mocht je nou zoiets hebben van, nou, ik wil geen pakket, ik wil mijn eigen garen gaan gebruiken, dan kan dat uiteraard ook gewoon. Ga daarvoor dan eventjes naar de introductievideo van Fonna. Daarin vertelt ze dan wat je nodig hebt om dus mee te kunnen gaan doen in de call. De call die dus 5 november van start gaat en maar liefst 10 weken gaat duren. Dus dan ben je gewoon echt lekker een tijdje onder de pannen. En echt, het zijn ontzettend prachtige dekens geworden. Ik heb ze nu al meerdere malen in het echt gezien. En echt elke keer weer sta ik gewoon te glunderen van trots dat Fonna echt weer zo ontzettend mooi ontwerp heb weten te maken. Echt, ze zijn zo ontzettend mooi. En daar gaan jullie echt, geloof me, ontzettend veel plezier aan beleven met het maken van de dekens. Dus 5 november gaat het van start. Alle informatie die je dus nodig hebt, die vertelt Fonna in de introductievideo. Alle video's die komen dus ook op Fonna haar kanaal te staan. Daar komt een aparte afspeellijst van. En die afspeellijst die zet ik ook eventjes onder in de beschrijving van de video. De introductievideo die Fonna opgenomen heeft, die zet ik ook eventjes hier in het i'tje neer. Dus dan kun je daar eventueel ook eventjes op gaan klikken om naar die video toe te komen. Dus mocht je vragen hebben over de Ikigai of de Ikigai call, ga ze niet aan mij stellen, want ik kan die vragen niet beantwoorden. Ga gewoon eerst de introductievideo kijken van Fonna. Daar geeft ze gewoon echt antwoord op alle vragen. Mocht je daarna nog eventueel vragen hebben over de Ikigai, stel ze dan op de Facebookgroep van FOM. Er zijn er al, ik weet niet hoeveel die hun pakketten al ontvangen hebben, of die een pakket nog gaan ontvangen. Dus daar kunnen de leden elkaar gewoon ook echt helemaal helpen. Dus mocht je vragen hebben, stel ze op de Facebookgroep van Fonna. Dan kunnen we je daar verder gaan helpen. In dit pakket dus, als je dat bestelt bij Karel's Atelier, een mooie knoop erbij. Dat is dus gewoon een extra cadeautje wat je krijgt als je een pakket koopt bij Karel's Atelier voor de Ikigai call. En als je dus een voororder geplaatst hebt, dan krijg je dus ook nog de garensnijder erbij. Mocht je nu nog een pakket gaan bestellen op de site van Karel's Atelier, dan zit hij er dus niet bij. Dit was een speciaal cadeautje voor de voororder. En de pakketten die dus nog op de Creadoe staan, die zijn ook voorzien van een garensnijder. En dan is het op. Alleen in die pakketten, dus van de voororder en op de Creadoe, hebben dus een garensnijder. Alles wat nu besteld wordt, daar zit hij niet in. Dit was gewoon echt een speciaal cadeautje voor alle vroege vogels die dus in de voorverkoop een pakket gekocht hebben. Dit is dus het Collarcrafter lentepakket. Ontzettend leuke kleur. Ik word er echt ontzettend vrolijk van. Ik ga de deken uiteraard ook maken. In zowel dit pakket als in het Elisa pakket, waar ik dus ook een unboxing van gemaakt heb. Ik ga ze echt allebei haken, want ik vind ze allebei echt prachtig. Echt ontzettend mooi. Ik ga het alleen op een later moment doen, omdat ik eerst nog andere dingen heb te doen en andere verplichtingen heb. December komt eraan. Het is ook altijd een erg drukke maand voor mij. Dus ik ga waarschijnlijk ergens in januari starten met het haken van de deken. Dan zijn jullie waarschijnlijk allemaal al klaar en dan ga ik dus pas beginnen. Dus ik heb er wel echt heel veel zin in. Ik ga ze dus echt allebei maken, want ik vind ze gewoon echt te leuk en te mooi om niet te maken. Fonna, nogmaals, ik ben echt weer mega trots op je dat je weer echt zo'n prachtig ontwerp hebt weten te maken. Echt fantastisch. Dat heb ik je al meerdere malen vermeld dat ik trots op je ben. Maar nogmaals, ook nog eventjes in deze video. Karel's Atelier uiteraard ook enorm bedankt voor het geven van dit pakket. Echt super lief. En nogmaals, de link die onder in de beschrijving staat naar Karel's Atelier is geen affiliate link. Dus ik krijg hier niet voor betaald. Ik heb alleen het pakket gekregen. Voor de rest krijg ik niet betaald. Ook niet als je via die link gaat bestellen. Ik krijg er niet voor betaald. Dus dat wil ik even duidelijk hebben. En dat doe ik dus omdat ik hier gewoon graag reclame voor maak. Omdat ik trots ben op mijn haakmoekie Fonna met het prachtige ontwerp. En ook om jullie eventjes te kunnen laten zien wat de inhoud dus is van het pakket. Dus ja, dit is de unboxing van het Collarcrafter pakket. Ben je nou nieuwsgierig naar het Elisa pakket? Unboxing in de beschrijving. Dus dan kun je die eventueel ook nog gaan kijken. En dan wil ik jullie voor nu
danken voor het kijken naar deze video. Mocht je hem leuk vinden, geef hem een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken. Dan mis je ook helemaal niks van mijn kanaal. En dan zou ik zeggen alvast ontzettend veel plezier met het haken van de Ikigai. Jullie gaan er echt ontzettend veel plezier aan beleven. Dat weet ik nu al. Het is echt een prachtige deken. Echt een hele mooie deken. En daar gaan jullie echt ontzettend veel plezier aan beleven. Dus heel veel plezier met het maken van jullie dekens. Alle vragen die je hebt, ga eerst even de introductie kijken van VOM. Mocht je daarna nog vragen hebben, stel ze op de Facebookgroep van VOM. En dan wens ik jullie dus heel veel plezier met het maken van de deken. En voortgangen, laat ze lekker zien op de Facebookgroep van VOM ook. En dan voor nu, dankjewel voor het kijken. En dan zou ik zeggen, tot kijk in een van mijn andere video's. Doeg!